Mobiele telefoons, dure parfums of portemonnees liggen te vaak voor het grijpen. Volgens criminologe Dina Siegel is in Nederland een lui-lekkerland voor Europese bendes. Die vinden ons Nederlanders naïef en de politie lui en bureaucratisch. Geroofde waar wordt voor een schijntje ook weer op de Nederlandse markt aangeboden. Hier zien we eigenlijk daders binnenkomen, achter een andere klant aangelopen. En eigenlijk een beetje semi-geïnteresseerd kijkend wat wij hier allemaal hebben. Kruimelwerk zou je in eerste instantie denken. En zo werden ze jarenlang ook gezien. Maar om dit soort bedragen nou echt kruimelwerk te noemen? We dachten mobiele bandieten, we zijn dat. Een paar scholieren die komen hier makkelijk te stelen. Zo is het niet. We praten hier over een nieuwe vorm van georganiseerde misdaad. Heel professionele criminelen. En daar komt vervolgens het volgende steentje aan. Dat is het geraffineerde. Dat is inderdaad diefstal in teamverband, zullen we maar zeggen. Ze waren eerst in Zuid-Europa. Ze waren in Frankrijk, ze waren in Spanje. Daar is veel repressiever opgetreden tegen die groepen. En ook komen ze naar het noorden, ze komen naar ons. En nou gaat hij dus achter haar staan. En dat is inderdaad dat is bijna levensgevaarlijk in deze. En dan zie je inderdaad, hier gaat hij dus achter haar langs. En zij praat intussen ook gewoon tegen mijn collega. Ja, hier gaat hij achter in de broekzak weggewerkt worden met blokje en al. Doodziek worden juweliers en andere winkeliers ervan. Ze voelden zich een roepende in de woestijn. Ik moet zeggen dat als ik zeg 5 tot 10 keer per jaar, hebben wij dus dat soort mensen wel in de winkel. Vind ik veel. Maar de politie lijkt het pas sinds kort zo serieus te nemen als de winkeliers zelf. We hebben aangiftes, die doen we vaak. Jammer is dat je er nooit echt wat van hoort. Dat er nooit toch iemand wordt aangehouden. En dat is natuurlijk wat ik net vertelde, het ongrijpbare. Criminologe Dina Siegel deed ook in de landen waar de bendes vandaan komen onderzoek. Ze merkte dat de politie daar geen hoge pet op heeft van hun Nederlandse collega's. Traag, lui, niet efficiënt. Dat vinden ze van de Nederlandse politie? Dat hebben we gehoord tijdens ons onderzoek. In verschillende landen, eigenlijk in alle 4 landen. Ik zeg, daar herken ik me absoluut niet in. We hebben goede afspraken, operationele afspraken ook gemaakt. Recent nog, onder andere met Roemenië. Als bijvoorbeeld informatie over crimineel of criminele groep wordt gestuurd naar Nederland, wordt niks of niet meteen iets mee gedaan. Dus de informatie is er wel, maar resultaten bijna niet. Dus het is niet zomaar op drijfstand gebaseerd, die mening? Nee, natuurlijk, er zijn wel feiten. Aan de andere kant, het verbetert wel sinds vorig jaar, sinds de prioriteit is geworden. Het is veel meer aandacht van onze politie voor dit problematiek. Maar aandacht betekent niet meteen dat je alles al weet. Bijvoorbeeld waar de gestolen waar blijft. Nou, hier bijvoorbeeld. Niet ver weg in Roemenië, maar om de hoek, op de Albert Cuyp. Wij dachten dat de gestolen goederen verdwijnen ergens in Oost-Europa of Centraal-Europa of misschien zelfs verder. Maar we kunnen het makkelijk vinden op onze eigen Nederlandse markten. Met een verborgen camera vragen we rond op de Albert Cuyp in Amsterdam. En na eerst wat ontkenningen. Nee, want je leest in de krant dat er wel eens wat gestolen spullen worden aangeboden. Nee, niet. Daar op de markt ook, Albert Cuyp. Dan ben je op het verkeerde adres, meneer. Dat allemaal legaal? Sorry? Wel niet gestolen? Niet gestolen? Netjes. Waarom ga je zo vragen? Je moet altijd bij boekhouder kijken. Wat bedoel je? Ga maar factuur alles kijken daar. Iedere mens is niet hetzelfde. Tuurlijk goede spullen. Is er één man die het verhaal wel bevestigt? Dan weet je wat komt meestal, maar ik weiger. Want ik verkoop geen telefoon, zo wil ik niet nemen. Dan zeg ik dat het oude telefoon voor mij is. Maar blijkbaar achteraf dat sommige zijn er wel gestolen. Bieden ze u aan? Bieden ze mij, ik neem nooit. Ja, verbaast mij zeer. Ik denk, verleden was het altijd wat ik dan wist als jullie, dat toch allemaal in Oost-Europa of elders werd verhandeld. En nu blijkt dat dan toch uit onderzoek dat hier in Nederland ook gebeurt. Nou ja, ik denk dat er een hele taak is voor politie en justitie om daar nog meer bovenop te zitten. Om daar eigenlijk het aard van het probleem aan te pakken. Het lijkt bijvoorbeeld ook redelijk eenvoudig als je weet dat die op die verschillende markten worden afgezet daar. Dat je daar eens wat vaker gaat kijken. Ja, nee, dat is correct. Dat klopt ook inderdaad, wat ik net al zei. Daar zijn we ook aanwezig. En het onderzoek heeft in ieder geval dat ook weer voor het voetlicht gebracht. Dat we daar zeer alert moeten zijn op dit soort gestolen goederen. Dus dat gaan we zeker aanpakken. Tot nu toe hoorden we dat de bendes vooral uit Roemenië en Bulgarije kwamen. Maar dat kan preciezer, vindt onderzoekster Siegel. Het zijn Roma-families, Roma-criminele groepen. 80 tot 90% van de bendes hier zou uit Roma's bestaan. Omdat ze in hun eigen land leven onder erbarmelijke omstandigheden, laten ze zich recruteren door andere criminelen. Die mensen zijn eigenlijk blij als die criminele organisatie hun recruteren om naar Europa af te reizen en geld op zo'n manier te verdienen. Je kan zien het als een soort van mensenhandel eigenlijk. Ze worden uitgebuit, ze werken voor criminele organisaties. Permanent verwarring stichten inderdaad, ja, dat is eigenlijk de grote truc. Om de bendes beter aan te kunnen pakken gaat de Nederlandse politie nu dus intensiever samenwerken. Maar of de Oost-Europeanen daar nu echt wat mee te winnen hebben? Eigenlijk Roemenië en Bulgarije vandaag veel veiliger dan Nederland eigenlijk. Ze kunnen makkelijk op straat nu, omdat alle criminelen zitten bij ons.